Een van harte goeiedag. We zijn er weer, DTV zoals je weet, live vanuit de locatie. En we staan hier bij SZF. Mensen ervaren heel wat problemen. Cliënten hebben ons gebeld. Want wat wij hebben vernomen is dat het personeel van SZF nu in beraad is. Ze werken niet. En heel wat afdelingen waar mensen hun zaken moeten regelen, vooral eind van de maand moeten ze hun zaken regelen, kunnen ze niet. Als je naar hier komt, krijg je dit te lezen. Beste klanten, het personeel van de Stichting Staatsziekenfonds is momenteel in beraad. Hierdoor zal de dienstverlening niet optimaal verlopen. Wij hopen op uw begrip voor de ontstaande situatie, onze verontschuldigingen voor het ongemak, staat hier geschreven. En niet hier alleen, want dit is een afdeling, maar door het heel blok hier heb je dus dan afdelingen van SZF. En we zien dat de apotheek nog even open is, maar aan ons is verteld dat, dat die ook straks dicht gaat. Wat het probleem eigenlijk is, moeten wij dus dan nog vernemen, want ik heb gebeld, of tenminste ben ik naar boven gegaan hier. Ik heb geprobeerd om met de leiding van SZF te praten. Aan mij is verteld door de secretaresse dat de directeur en de andere directieleden in een vergadering zijn ergens. Waar, weet ik niet. En ik zou pas na 1 uur een interview kunnen krijgen. Dat is ook niet hard gemaakt, want ze gaat pas na 1 uur kunnen vragen aan de directie. En als wij dus dan toestemming krijgen, dan doen wij dus dan een interview met de directie om te weten wat er aan de hand is. Waarom dus dan de apotheekkantoren, dus dan apotheek, NSZF-kantoren, dus dan gesloten zijn. Maar goed, we gaan lekkertjes verder, want ik zei u over het heel blok, normaal is hier druk, maar vandaag is het niet druk. En dan weet je dat de mensen dus daar niet werken. Wat ik heb vernomen, want ik heb hier en daar gebeld met mensen, geven ze aan dat het gaat om een CAO-onderhandeling. En dus ze willen dus dan een verhoging hebben, maar dat lukt maar niet. En ze willen dus dan niet verder wachten. Ze zijn het wachtenbui. En ze gaan in staking. Dat is wat ik heb vernomen. Wat het eigenlijk moet zijn, moeten wij dus dan later vernemen van de bondsvoorzitter zelf. Want hij is bij de moederbond, zegt hij men het. We gaan naar de moederbond om dus dan te horen wat er aan de hand is. Maar als u zo kijkt, dat ziet u zelf. Overal is gesloten. De apotheek is nog even open. Maar ik heb me laten vertellen dat de apotheek dus dan later ook gesloten zal zijn. Dus als u voornemens had om naar SZF te komen vandaag, dan weet u dat tenminste de mensen in beraad zijn. Sinds gisteren zijn ze in beraad gegaan. En vandaag gaan ze dus dan gewoon door. Blijft u kijken, want we gaan naar de moederbond. En dan gaan we dus dan met de bond praten. De heer Oldenstam moet ons straks ontvangen daar bij de moederbond. We gaan met de bond praten over de situatie. En dan horen wij wat er allemaal aan de hand is hier bij SZF. Maar we hebben heel veel telefoontjes binnengehad van mensen die helemaal overstuurd zijn. En mensen die zeggen, ik moet zaken regelen voor de arts. Ik moet zaken regelen voor mijn medische zorg. En ik kan dat niet doen omdat de mensen in beraad zijn. We blijven het volgen. Dit is een hele korte reportage vanuit het centrum van SZF hier aan de, hoe heet deze straat alweer? Rust en Vredestraat. Weer is die oude naam, hè? Fred Derbystraat. Ja, en de nieuwe Dominiestraat. Roberto Orpskerk is een ghetto-jongen, dus hij weet veel van deze plaatsen. Maar goed, Roberto Orpskerk is de cameraman. Ik ben Gerald Haderwijk. Blijf te kijken, we proberen straks te praten met de bond vanuit de moederbond. Het centrum van de moederbond. En later, als de directie ons te woord wil staan, praten wij ook met de directie. Blijf te kijken.